Bekende Brabanders die reclame maken, dat is niks nieuws. Maar sporters die omstreden cryptomunten promoten, dat zorgt voor de nodige ophef. Vechtsporter Rico Verhoeven en darter Michael van Gerven, die deden het. Rico is positief. Cool om te zien dat Florin in de lift zit de afgelopen maanden. Geweldig project. Ook van Gerven doet enthousiast. De enige munt die in waarde stijgt op dit moment, zegt hij. Ik vraag me af of je af moet gaan op. Uh... Met alle respect, een darter en een free fighter voor je beleggingsideeën. Ja, het gaat om tweets over Florin, een kleine Nederlandse digitale munt. Als je geluk hebt, kun je in korte tijd heel veel geld verdienen, maar je kunt het ook net zo snel weer verliezen. Cryptovaluta, digitaal geld dat je niet in je handen kunt houden, maar waarmee je wel kunt handelen. Je koopt het in de hoop dat de koers stijgt en dan verkoop je het weer. De allerbekendste cryptomunt is bitcoin, maar er zijn er dus veel meer. En één van die munten wordt dus gepromoot door Van Gerwe en Verhoeven. Nou, dit is een kleine munt, dus de koers is makkelijk te manipuleren. En op het moment dat iemand met veel volgers twittert, hier moet je nu echt in investeren. Dan zie je dat die koers dus ineens heel snel stijgt. Maar ja, dan zie je dus ook vaak dat die snel weer daalt, omdat de mensen die eerder hebben ingekocht dan verkopen. Dus eigenlijk ben je dan al te laat. Er zijn geen regels, dus het mag. Maar de vraag is: moet je als bekende Brabantse sporter je volgers verleiden om zo'n riskante investering aan te gaan? Online reacties zijn niet mals en wijzen op de verantwoordelijkheid die de sporters hebben. Iedere fan die dit nu gekocht heeft, staat op verlies. Moet je zo geld verdienen over de rug van duizenden mensen die straks brood achterblijven? Erik Maurits is hoofd van beleggersdesk IEX. Ook hij zet grote vraagtekens bij de tweets. Ik, ik neem aan dat ze zelf een positie hebben in die munt. Um, maar ik zou zelf eerlijk gezegd, uh, zou ik daarvan wegblijven als uh, topsporter? Maar, uh, maar wie ben ik? Maar goed, ik begrijp de reacties ook wel. Want er zijn uh, in, bijvoorbeeld in Amerika zijn een aantal bekende filmsterren en sporters die hebben ook verschillende van die crypto's gepromoot. En die zijn vervolgens hard gedaald. Dus ik begrijp ook wel de negatieve reacties, omdat het uh, zeer risicovol is. Het is bijster onverantwoordelijk om dit soort projecten aan te raden. In zekere zin zijn het. De snelste manieren om je geld kwijt te raken. Ja, van Gerwe en Verhoeven die zeggen niet betaald te worden door de mensen achter Florin. Van Gerwe reageert telefonisch. Ik zeg toch niet dat je moet kopen? En niemand weet waar hij over praat in de cryptowereld. Iedereen weet het beter. Rico Verhoeven reageert via Twitter. Ik vind het erg jammer dat dit op deze manier wordt uitvergroot. Ik heb hier letterlijk zelf geld in zitten en ik heb helemaal nooit de gedachte gehad om dit te pushen en weer te dumpen.